buiten Leiden is nog een hele wereld om te ontdekken. Met planeten en sterren. En daarvoor hoeven we eigenlijk helemaal de stad niet uit. Want hierachter zijn we bij de Sterrenwacht. Vanuit de Leidse Sterrenwacht, is nou de hele hemel met al die prachtige sterren te zien? Als het onbewolkt is wel. Helaas vandaag is het bewolkt. Gisteravond was dat beter. Toen hebben we Venus, Mars, Jupiter en de maan heel goed kunnen zien. En vanavond ja, misschien. De bedoeling is dat dit kijken wordt met een lensopening van 25 centimeter, 10 duims voor de kenners. Dit heet dus ook de koepel van de 10 duims. Voor Leiden is dit volgens mij ook best wel bijzonder, deze oude telescoopkoepels. Nou, als beeld, hè, de Sterrenwacht, als je hem nu ziet na de restauratie en je rijdt langs de Singel, dan dat maakt Leiden zoveel mooier. Maar het is ook een hele historische plek waar gewoon veel wetenschap is bedreven. En bekende mensen hebben rondgelopen en nieuwe ideeën hebben gevormd. Want wie zo al? Einstein heeft hier bijvoorbeeld rondgelopen. Als je bedenkt dat dat soort mensen hier met elkaar gesproken hebben over de kosmos en hoe dat heelal in elkaar zit. Hè, dat was in de tijd van de directeur De Sitter. Dat is gewoon fascinerend. Bij helder weer kun je hier dus echt de maantjes van Jupiter of de ringen van Saturnus zien. En ik heb nog nooit 2 miljoen lichtjaren ver weg het heelal ingekeken. Vind je het leuk? Ja, best wel. Heb je iets met sterren en planeten? Nou ja, ik wil misschien mijn spreekbeurt erover houden. Dus mij leek het leuk om naar een open dag te gaan om er meer over te weten. Wat heeft u met sterren en planeten? Ik vind ze mooi om te zien. En het is een heel mooi gebouw en het ligt heel mooi. Dus, iets om trots op te zijn als Leidenaar. Ja, zeker. En wat vind jij nou de mooiste planeet? Pluto vind ik wel een leuke planeet, want onze boot heet zo. Dus ja. De Sterrenwacht is maar een paar keer per jaar geopend voor het publiek. Dus wil je ze ook een keer bezoeken? Hou dan even hun website in de gaten. I love Leiden.